Ja, ik dacht dus dat we niet aan verminking deden. Maar blijkbaar dit seizoen wel. Ik denk dat we nu toch wel een kleine grens overgaan. Het is gewoon kut en vooral ook omdat het zeg maar voor de rest van je leven zichtbaar blijft. Ik moet natuurlijk nu wel de winnaar bekendmaken. Iedereen zit erop te wachten. Nou, daar gaan we. Nu komt de genoeg. De winnaar van de Video Award gaat naar Niels Oosten. Dank jullie wel allemaal. Een groot applaus. Alle dingen die ze tijdens de quarantaine hebben willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom dagen de gierige gasten elkaar nu uit met een lijst van dingen die je absoluut niet wilt doen tijdens de quarantaine. Per aflevering is er één iemand te lul. De andere twee, die lachen toe. Dus zeg maar dag tegen de verveling. Dit is de anti-quarantainelist. Oké, jongens. Een nieuw seizoen. En dat we staan in quarantaine. Je ziet, we hebben het zwaar deze dagen. Ik heb net de eer gekregen om uit te mogen kiezen wie de volgende opdracht mag gaan doen. Wat is de opdracht? We gaan het nu zien. Jullie hebben schijnbaar mensen in de editing die dus gewoon nog werken deze dagen. En die hebben een filmpje gemaakt waarin de opdracht staat. Dat gaan we nu bekijken. Sommigen vinden het afschuwelijk. Terwijl anderen het juist prachtig vinden. Is het echt gelukt? Ingezet hoor. Hoe je het ook wendt of keert, tatoeages zijn enorm populair. Als de naald de huid aanraakt, dan zit de inkt voor de rest van je leven op je lichaam. En daarom heb je liever wel zelf invloed op het ontwerp. Jullie voelen hem waarschijnlijk al aankomen. Eén van jullie zal een tattoo op zijn lichaam krijgen naar het ontwerp van de andere twee. Maar dat niet alleen. Omdat alle tattoo shops dicht zijn, zal de verliezer ook nog eens een keer zichzelf moeten tatoeëren. Succes! Een tatoeage zetten bij jezelf. Jongens, volgens mij hebben we elk seizoen gezegd, we trekken de grens bij verminking. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dit een vorm van verminking. Een tattoo zetten bij jezelf, dat is natuurlijk helemaal ruk. Vooral ook omdat de anderen mogen kiezen wat voor tattoo dat gaat worden. Nou ja, ik weet nu al dat Martijn en Joost dan iets heel vervelends gaan uitkiezen voor mij. Ik ben de enige van de drie die geen tattoos heeft. Niet omdat ik ze niet mooi vind of zo, maar ik heb er gewoon niet zo heel veel mee. Ik moet het ook nog zelf gaan zetten, dus geloof mij, wat je ook moet tatoeëren, het wordt fucking lelijk. Niemand wil dit van ons drie, absoluut niet. Ja, we hebben het gezien jongens, wat een opdracht. Fantastisch. Ja. Tattoo naar keuze. Joost heeft nog geen tattoo, dus voor mij mag hij hem gewoon vrijwillig überhaupt nemen. Hoef je die hele loting niet te doen, toch? Nee, ik vind... Heb jij suggesties, Busy? Ik ben sowieso altijd voor geslachtsdelen. Een balzak op je voorhoofd. Mijn echtgenote, een liefdadige partner in crime. Zij gaat de loodjes aangeven. Kom maar, kijk, zie je dat? Dit is de arm, de hand. Fuck, ouwe, dit gaat om een tatoeage. Wacht. Kunnen we zien dat alle drie de namen erin zitten? Joost. Niels. Martijn. En Martijn. Ja, oké. Deze wil ik echt niet. Ja, ik wil geen tattoo. Dit is een bedering voor de net. Joost! Joost! Dat wordt een bal op je hoofd. Een balzak op je hoofd. Een tattoo. Ik wil dus helemaal geen tattoo. En het allerergste vind ik nog gewoon hoe lekker Niels en Martijn hier op gaan. Want het allereerste wat ze roepen is... een balzak op je hoofd! Een balzak op je hoofd! Dit is zo lekker. Ik ben hier zo blij mee. Je wordt gewoon gekenmerkt voor het leven. Voor dat ene kutprogrammetje wat je ooit deed toen je 29 was. Het eindresultaat wordt gewoon fucking lelijk, man. Ik word echt zwaar verminkt, dat weet ik. Die gasten kennen ook geen genade. Ik ga even met Niels en overleggen om te kijken wat wij Joost op zichzelf gaan laten tatoeëren. Ik heb wel een paar ideetjes, ja. Hey, flikkertje. Nou, dan komen wij er weer even goed mee weg, hè? Dat is ook lekker, want Joost was degene die heel erg tegen was en hij is wel degene die trekt. Wij hebben hem een soort van over de streep hiervoor moeten trekken, hè? Ja, dus laten we dan ook even iets leuks komen. Ja, rapper Sjors. Gewoon hoofd van rapper Sjors. Ik denk YouTubers, populaire YouTube-kanalen, whatever, hoe je het ook wil noemen, die tatoeëren vaak hun eigen YouTube-naam. Of de groep waar ze bij horen, toch? Kai van der Rey deed het met Zeus. Dat hij Zeus tattoo moet nemen. Ja, maar Zeus is al klaar. Er is zeg maar één YouTube-kanaal in Nederland dat ook nu met drie jongens werkt. En ik denk dat die jongens bedoelt die ook bij ons op kantoor zitten, waar die ook de hele dag mee gefixt gaat worden als hij hun logo in één keer op zijn lichaam heeft. Ja, die flikkertjes van Stek 2.
die zouden er natuurlijk helemaal uitmelken. Moet je voorstellen dat een van die drie geen gasten op hun lichaam staat. Ja, gast. Hoeveel lol wij daarmee zouden hebben. Tot aan mijn dood zou die gozer dat elke dag van me horen. Weet je, het is ook echt niet dat we dit dan ook een beetje doen, dat er heel veel mensen dan op onze dingen gaan klikken omdat er stukjes in de titel zit. Ja, dus dat is eigenlijk de enige reden voor het plaatsen van deze tattoo. Zodat die beter wordt bekeken. Zo, dat is toch even verminking van je lichaam? Ten behoeve van views? Je lichaam verminken. Ja, dit is gewoon een plan. Dit wordt hem. Dan kun je weer inschakelen die heeft een leuk ontwerp voor me kan maken. Ja, eens. En dan sturen we het naar hem op en dan mag je aan de bak. Helemaal goed. Zo, nooit gedacht dat ik nog een keer zou vloggen, maar goed. Ik heb een adres gekregen van Niels en Martijn in de buurt van Centraal Station hier in Amsterdam. Daar zit een tattoo shop. Die mogen natuurlijk niet tatoeëren. Wat ze wel mogen doen is een stencil maken. Een stencil is het plaatje wat je op je lichaam plakt voordat je gaat tatoeëren. Niels en Martijn hebben contact met Han gehad. Han is de tattooartist die die stencil heeft gemaakt. En we zijn er. Dat is hier. Sir. Goedemiddag. Yeah, good, good. Goedemiddag. I got a package for you. Dit is mijn package. That's the second. Special for Joost. Oké, okay, dus dit is mijn tattoo zit hierin, als het goed is. Stay safe, enjoy, have fun. Thanks. Als hij het heeft gemaakt en dit heeft geschreven, hij heeft best wel een artistic handschriftje. Dus als hij het heeft gemaakt, zou het zomaar eens een keer heel mooi kunnen worden. Het pakketje is binnen. De Tattoo Machine Killer Ink. Twee pakketjes. Komt wel mooi in een koffertje. Het ziet er nog best ingewikkeld uit. Al het apparatuur is in ieder geval binnen. Ja, het komt wel heel dichtbij nu allemaal. Ik zit hier wel flink tegenop. Wij hebben ontzettend hard nagedacht over wat zou Joost nou echt leuk vinden. Kijk, deze YouTube-tijd in zijn leven is natuurlijk wel iets waar hij voor de rest van zijn leven aan herinnerd wil worden. Dat hij een groot YouTuber was. Wij gierige gasten hebben toch al over de 400.000 abonnees. Dat is een dingetje, toch? Mogen we trots op zijn. Dat wil je eigenlijk getatoeëerd hebben. Dus wat zou je ervan vinden als we gierige gasten als stencil zouden doen? Eerlijk, ik zou geen gierige gasten nemen. Nee, maar als je hem dan hebt, dan zou je er toch best wel trots op zijn. Van, tuurlijk, ja, ik ben trots op gierige gasten, 100%. Maar ik zou er nooit zo voor kiezen. Wij hebben de professionele tatoeëerder gevraagd om het logo te doen van ja, die drie bekende YouTubers. Dus ik weet het al. Plezier. De drie bekende YouTubers. Gast, het Stuk TV logo. Yeah! Dat gaat Giel leuk vinden. Dat gaat Giel heel leuk vinden. Dit gaat Giel heel leuk vinden. Nou ja, ik denk wel, jongens, heel eerlijk gezegd, ik ga deze zetten, maar ik ga hem ook kofferen. Dus op een 70ste nee. Zal die er niet meer zitten. Maar goed, gelukkig mag ik zelf kiezen waar ik hem zet, toch? Dus ik heb al bedacht, het wordt op de bovenbeen. Oeh, pijnlijke plek, hoor. Pijnlijke plek. Zou je dat wel doen? Die is pijnlijk, hoor. Oeh, de bovenbeen? Ja, ik ga beginnen. Je moet dit wel schoon doen. Ik weet niet of je een tutorial op YouTube hebt gedaan. Ja, ik ken toevallig een tatoeëerder. Die heeft mij geholpen. Ik heb hier allemaal spulletjes om dit zo hygiënisch mogelijk te doen. Ik heb allemaal gesteriliseerde naalden gekregen. Want hetgeen wat jullie mij hebben opgestuurd, dat pakketje, was een oefenpakketje. Dus dit zijn allemaal echte dingetjes die ze in de shop ook gebruiken. Je klinkt wel vrij zeker van je zaak. Dus het wordt echt een fucking mooie tattoo eigenlijk. Nee, het wordt een fucking lelijke tattoo. Maar ik durf het aan dat het veilig wordt. Vind je het nog van Stuk TV fucking lelijk? Oeh, ja. Dat gaat Giel niet leuk vinden. Zeker een tattoo. Dat gaat Giel zeker niet leuk vinden. King alert. Tattoo gaat fout. Maar ga je het naar jezelf doen of dat andere mensen het kunnen lezen? Nee, ik ga het naar mezelf doen, zodat andere mensen het slechter kunnen lezen. Oh, nice. Wat gebeurt hier, Joost? Neem ons even mee aan het proces. Ik heb net even mijn been geschoren met alcohol ontsmet. Toen heb ik er dit goedje op gedaan. Dat is Lettel. Zodat de stencil die ik heb gekregen blijft plakken. En de inkt daarvan op mijn been blijft zitten. Hey, maar Joost, hoe zenuwachtig ben je? Ja, wel een beetje, eerlijk gezegd. Ja, het is mijn eerste. Ik heb geen idee hoeveel pijn het doet. Het enige wat ik nog wel weer een beetje klein beetje rock'n'roll vind, is dat ik mezelf tatoeëer. En dan als het geheeld is, want in principe creëer je gewoon een wond met dat tatoeëren, ga ik iets overheen zetten. Wat ga je er overheen zetten? Ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik denk Roxanne. Het tabaksblad van mijn voetbalclub. Ik weet niet wat ik liever heb. Ja, doe mij dan maar een Stuk TV logo. Het logo van een voetbalclub dat niemand kent in Nederland. Wat heb je op je ding? Ja, dat is mijn amateur voetbalteam logo. Als het goed is,
is die stencil nu klaar, zoals je ziet. Oh Joost, ik ga beginnen. Nice. Ik vind dit een echt geluid. Ja, ik ga beginnen. Oh ja, fucking mooi man. Fucking mooi. Wat een gedetailleerde tattoo is dat? Dit is lijf. Jezus, wat hier gebeurt is tattoo geschiedenis. Het zit er gewoon echt in. Ik krijg het er niet af. Ja, dat is het hele idee van een tattoo, Joost. Ja, iets meer naar rechts, Joost. Pas op. Ik ben nog vaseline aan het smeren, nerd. Ben je vaseline aan het smeren? Gast. Nee. Oh, Joost. Niet vaseline houden. Joost. Dat is ouderwets. Je kan, oh my god. Als je vaseline op je... Oh, het is een open wond, hè? Deze twee gasten zijn zo irritant, hè? Dan kun je er gewoon niet meer overheen tatoeëren, gast. Nee. Ja, maar dan schiet je sneller uit, hè? Even serieus. Van wie heb je die naald? Want sommige naalden zijn besmet, hè? Dit is toch niet normaal? Sorry. Ik vind wel dapper van je dat je hem op je bovenbeen zet. Want je had ook voor de onderkant van je voedsel, wat in principe de onderkant is, kunnen kiezen. Ik schiet uit. Haal je bek eens even, pik. Je schiet uit? Haal je bek eens even. Wat? Ik wilde gewoon zeggen dat ik probeer me gewoon een klein beetje te focussen, nerd. Je kan die S ook extra groot maken. Dan is het nog een soort van S van Superman. Ja, man. Superstuk TV. Hey, donder even op, gasten. Jullie blaren alleen maar in mijn oor. Donder even op. Hey, hoe voelt het, Joost, om jezelf te tatoeëren? Best wel rock'n'roll. Dus het is eigenlijk een bucketlist. Nee, tegen van. Kijk wat er staat, kneus. Er staat stuk van Stuk TV. Het is verre van de bucketlist. Maar de handeling die zelf tatoeëren is eerlijk gezegd best wel een rol. Ja, alleen de tatoeage zelf maakt het iets knulliger. Kun je niet even lekkere pokoe opzetten? Ja man. Gewoon Big Joss aan de achtergrond. Of nee, hey, jongens, sinds jullie mij... Het gaat, die S genoeg best aardig. En nu die U en die K zijn helemaal verkeerd. Maar jij schrijft nu suk. De T is ook goed gegaan. Hey, ik ga jullie even uit mijn oor halen. Blijf maar lekker doortetteren, kijk lekker. Ik ga me even focussen. Je krijgt eindrust aan dat zien. Oké, nou, Joost kon de tatoeage niet zetten met ons geblebber erin. Snap ik ergens ook wel. Niels is ook echt fucking irritant. Oh, hier heb je hem. Gaat die meisje de last vallen? Hey Niels. Hey Martijn. Ik vind dat je wel echt een beetje te ver ging, man. Ja, hè? Hij gaat wel lekker slecht, hè? Hij gaat zeker slecht. Moeten we Giel niet eventjes vragen om Joost even te facetimen? Ja, ik kan hem wel even bellen. Oké, laat me even weten wat hij zegt. Ik heb Giel geappt. Yo Giel, ben je zo bereikbaar? Ik wil iets ongelooflijks moois laten zien in een Zoom-meeting. Jij gaat dit heel erg waarderen. Ja, dit is hem. Je weet dat je gewoon een wond in je been aan het maken bent, hè? Ja, dit is een wond. Het is gedaan. De monddracht zit erop. Het is wel echt heel veel folie. Voor zo'n hele kleine, lullige tattoo. Wat de fuck doen mensen dit? Dat was hem. Ik ben heel benieuwd wat Niels en Martijn ervan vinden. Die zit er weer kapot maken. Hey, lelijkerts! Hey, flikkertje! Hey, laten we even lief blijven, hè? Kom op. Je zit oprecht in het epicentrum, hè? Van wat er allemaal gebeurt. In Uden! Ondertussen Uden. Is het hartstikke rustig hier, joh. Hou je wel? Zolang jullie hier wegblijven, is het geen probleem. We hebben wel iets om jou weer een beetje vrolijk te maken. Zoals je weet zijn we begonnen aan de anti-quarantaine-list. Ik heb de eerste aflevering met heel veel plezier gekeken. Ja, dankjewel. Want we zijn nu ook bezig met de tweede aflevering. En dat was, je moest jezelf een tattoo zetten. Nu mag jij gokken wie van ons drie een tattoo heeft gezet. Oh, dit begint nu al goed, jongens. Ik hoop Niels, maar ik denk Martijn. Nee, helaas ben ik het. Nee. Jij het? Ja. Kijk, het dingetje is, Martijn en ik moesten gaan nadenken voor wat voor tattoo gaan we kiezen. Je kan natuurlijk een tattoo van de gier gasten nemen. Nee, joh. Ding. Maar wij dachten, wat nou als je het verkeerde YouTube kanaal kiest? Dus die andere drie jongens. Dus... Ja, toen dachten er zit maar één ding op. Een tattoo van Stuk TV. Betekent dat we vanaf nu voor eeuwig een vierde lid hebben? Ja, dat zijn jouw woorden, man. Nee. Applaus voor Joost. Nee, jongens. Maar oprecht netjes gezet, ouwe. En dan ook nog eens op zijn kop. Het is perfect, jongens. Dan kan ik het mooi zo goed lezen als ik het zo zie. Als je er maar zelf naar kunt kijken. Hè? Ja, toch? Ja. Daarom. Holy shit, je bent knettergek. Ja, dat weet ik. Ik ben knettergek, joh. Ik had ook vernomen dat jij nu een tatoeage van Gier Gasten gaat nemen. Ik ga hier oprecht even over nadenken, maar echt nooit. Dat zou ik hard vinden. Ik wilde hem eigenlijk, heel eerlijk gezegd, wilde ik hem over een paar maandjes weer gaan coveren als het kon.
Maar als jij nu zegt, luister, ik zet een gigastattoo, dan hou ik hem. Ik ga hier wel serieus over nadenken, dus dit will be continued. Nice. Is goed. Heel nice. Respect, ik vind het keihard. Ik word hier heel blij. Hij is goed, jongen. Succes daar. Later, maat. Later. Doei, joh. Hoi.